Dreamscenario komt uit voor Geert Arend Roda. Harkemasse Boys hopen op Wiep Effect. Een ambitieuze Antal van der Duim geeft voor laatste kans. Het is maandje 4 april. Dit is de sport in Bobbeslag. In de komende 24 minuten in dit programma omtinken van de Friese sport van het Aronde Wiekoin. En Jonkendal neemt onderwerpen ook nog omtinken van zeilvoetbal. Avanti, Utsteens, is nog volop in de race van de play-offs. En nam het op tegen de regerend landskampioen Siba uit Eindhoven. Daar dadelijk nou eerst het betellen voetbal. Want het is crisis bij sportclub Heerenveen, dat is wel duidelijk. Bij het 3-12 verlies tegen Excelsior, alweer de 6e wedstrijd op Riege zonder overwinning, had het publiek hem nou erkeerd tegen de ploeg. Grutteman bij de Rotterdammers, wie Geert Arend Roda. De Friese middenvelder, in de eigen van trainer Ron Jans, net goed genoeg voor sportclub Heerenveen, stiet hij 2 doelpunten op de basis van de overwinning van Excelsior. De datum 2 april zit al wekenlang omcirkelen in de agenda van Geert Arend Roda. Dan treft hij zijn oude teamgenoten en wil hij het ongelijk bewijzen van trainer Ron Jans. Het is voor Roda een onwerkelijk gevoel dat hij het nou opnemen zeelt in de club, werd hij van zijn 8e jaar al deal van uitmaken. Geert, viel dit een beetje als thuiskomen? Nou, weer een hele lange reis, dat is dat net. Dat op zich net, maar verder wel. Toen we het bordje Heerenveen zeggen, toen... Het is wel een beetje speciaal, ja. Ja, wat is het ideale scenario? Hoe moet de wedstrijd aan ze verinnen? Van Jim? 0-3 trekker, hoor. Onderwijs naar de klooikamer gaat de holle van Geert Arend van links naar rechts. Olle je bekend, Groetje, de lange middenvelder. De mat zelfs nog gauw even een handtekening uitdeeld worden. Want de supporters haar Roda nog net vergeten. Even later treffen we Heid en Mem Roda van het stadion. Beiden met een sjaaltje van Heerenveen om hun nekken. En bij beiden oerheerst je minder gevoelens. Geert Arend is er eigenlijk als voetballer ieder jaar opgegroeid bij Heerenveen. Dus wij zijn er in mei gegaan. Ja, en nu is Jet er net meer bij. Dus dan wat je dat loslaten en hoe zitten wij met een dubbel gevoel natuurlijk. Want je groeit met Heerenveen mee. En bij je wil je zoon ik het beste gunnen. Dus en ja, die gaat buurt toch voor. Nou vindt hij zijn draai bij Excelsior omdat hij daar wel spelen kan. En dan is het jonkie gelukkig dat hij daar spelen kan. En daar gaat het dan. Maar de wedstrijd verint net goed voor Geert Arend Roda. Heerenveen neemt al gauw een 2-0 vastsprong en Geert Arend kan geen stempel drukken. Ont de 24e minuut, dan kantelt de wedstrijd. Kolwijk vanuit de rechterkant indraaiend, mooi de linkervoet, wordt er aan zijn vastslingeren. Op de lange man, Bergkamp zit erbij, maar ook Bovenberg. En even Schen, Geert Arend Roda vanzelfs. De lange man, misschien dat hij nog wat dwang in. Want ja, die jongens doet die streffer, had hij een keer op een scoreboot zit. Dan komt hij, oh, wordt verlengd en het doelpunt. Ja, het is een doelpunt van Geert Arend Roda. Is dat Geert Arend Roda? Ja. Jazeker! Ja, ja. Nou, Geert Arend Roda. Het is dan toch nog Geert Arend Roda. En zoals met een letter is het op een nij Roda die succesvol is en hij zwargert voor de 2-2. Daar komen ze weer. Oh, Geert Arend Roda. Maar eerst de paas. Tim Vinken. Roda, 2-2. Ja. Het is weer Roda. Roda. Het is Geert Arend Roda. Het is het sprookje van Geert Arend Roda. Staat hier 2-0. Is het van Heerenveen. En dan is er Geert Arend Roda. Die hele lange Fries. Schitterend. Ik kan het niet helpen. Ik maak hier een blaadje. Ja. Ik vind dit mooi. Ja. 4 in de blessuretijd scoren de Rotterdammers zelfs nog de 3-2. En op het moment dat Ron Jans onder een striemend fluitconcert de catacomben opziekert, wat er wat opmerkelijks op het veld nog neer vertoont op de Nederlandse voetbalvelden. De jinnige Fries op het veld die het spielt bij de chimpartij, wordt manmachtig taszongen door het thuispubliek. Geert. Het komt net vaak voor dat de speler van de chimpartij onder luid gejuich van het veld oogt. Nee, zeker niet. Die had ik net toch? Hij is net nee. Nee. Maar bij Dijk gebeurt het al. Ja, heel bijzonder en ja, fantastisch. Hoe komt de Takamir? Spelen ze de Takamir weer gewoon bij Heerenveen? Ja, ik heb hier een contract, dus ik hoef van nu. Of Barcelona moet komen, dan... Nee, in principe zonder Gekit in principe kom ik gewoon terug. Ik heb er een hoop zin in. Noal. Ja, natuurlijk. Dit is geweldig om hier te voetballen natuurlijk. Het maakt me meer. Ja, absoluut. En daar Gitter weer op naar het volgende interview. Want het is de joen van Geert Arend Roda. Dit is trouwens ook een mooi moment. De hoorn van Ron Jans. De man die het verantwoordelijk is dat Roda net meer bij Heerenveen speelt.
Boeten treffen we de orders van Git Arend en zij kan eens amper beseffen wat er al je bad is. Hij kwam hier ik weer in een warm huis en dat vind ik mooi. Ja, dat ontroert je haast. Ja, het, je wordt er heel erg trok geëmotioneerd dat er zo volle binnen die ik achter hem steen. En dat wij het net alleen al binnen, maar dat er zo volle nog van hem horen. Hij is net echt net 14, echt net. Geweldig. Ik vind dat schitterend. Friesland hoort van Git Arend. Ja, nou, dat kan je wel zeggen. Hij jij bij Heerenveen. Hij is Heerenveen. Nou, Git Arend is Heerenveen. En Heerenveen is Git Arend. De spelers van Excelsior gaan dan weer op Hoezoon. Uitzoon Git Arend. Hij mij van trainer Alex Pastoor op het Heerenveen blauwe. Alex, gefeliciteerd. Als je twee keer scoort en je woont in Friesland, dan hoef je niet helemaal mee terug naar Rotterdam. Nee, en hij heeft die fles champagne gekregen van de Eredivisie Live, dus hij mag ook niet eens meer rijden. Hij zei zelf van tevoren van ideaal scenario 0-3, drie keer Roda. Maar 2-3, twee keer Roda. Mag dat ook? Die komt ook door de filter, hoor. Gefeliciteerd, toch? Ja, Ron Jans, wie trouwens net blieert met het feit dat Git Arend Roda hem zat te juichen hier terug het Heerenveen publiek. Dit zei Jans bij uw collega's van Radio 1, het programma Langs de Lijn. Ik moet zeggen dat ik dat niet zo handig vond van Git Arend om na de wedstrijd. Kijk, die mag voor mij gerust juichen hoor, maar vond ik wat overdreven, moet ik zeggen. Ik ben niet zo kapot van zijn actie na afloop om dan na het publiek. Dan kun je ook het verstand gebruiken en rustig naar binnen gaan. Maar hij mag hartstikke blij zijn met zijn eigen prestatie en de overwinning van Excelsior. En nog meer Jereveen Nijs, want middenvelder Christian Grientheim geeft akkoord met het vaststel van het KNVB van Fjouwer wedstrijden skorsing. De Jereveen middenvelder kreeg in de wedstrijd in Excelsior een rode kaart na een overtreding op Leen van Steensel. In de laatste competitiewedstrijd, de uitwedstrijd tegen Roda JC, dan mij Christian Grientheim weer mooi van. Sportclub Cambuur had 1 punt oerhouden onder de Nwalke Twastriet in de BV Veendam. Op de lange leegte waard het na een 1-0 vastsprong bij het skoft uiteindelijk toch nog 1-1. Cambuur is de eerste helft de betere ploeg en verzint het via Ozon Turk een penalty. De ploeg van Alfons Arts kan dan op voorsprong komen en door Batek. Het is Reza Goganiat in de 40ste minuut met de 0-1 voorsprong. In de tweede helft jouwt Veendam meer druk, zonder echt gevaarlijk te worden. Toch wordt het na een oeren geliek. Een van richting verloren scot van Angelo Seintje brengt Veendam op Liekense hichten. In het laatste jaloeren doggen beide ploegen moeite om de overwinning binnen te slepen. En Cambuur liek het erin te slagen. Het is Mark de Vries die het onderuit geeft in een sextien. Maar in steen van een penalty krijgt hij een gele kaart voor een zwalbe. En ze eindigt deze wedstrijd in 1-1, maar nog een rode kaart voor assistenttrainer Henk de Jong. Ze bleef Cambuur op het vijfde plak staan. De eerstkomende wedstrijd is maandje 11 april thuis tegen Den Bosch om kwartier voor Njoggenen. Ja, het laatste nieuws is dat assistent-trainer van Cambuur, Henk de Jong, net in beroep gaat, maar de skorsing van drie wedstrijden werd van Ian onder betingst. De Jong kreeg in het duel met Veendam, we zeggen het correct, een rode kaart omdat hij de vierde official een trooi joeg. En tegen Den Bosch en RKC Waalwijk moet de Jong nou op de tribune plak nemen. Wiep Rodenhuis is de logische opvolger van Peter Meindersma als trainer van Harkemase Boys. De Britse mur, wie eerder dit seizoen ook al een van de kandidaten om Henk de Jong op te volgen, maar Harkemase Boys kiest doen nog voor Peter Meindersma. Meindersma had vriendelijke dingen gekregen en nu had Rodenhuis dus toch nog de functie die hij zou graag wou. Sneun, wie voor hem de eerste wedstrijd thuis tegen Genemuiden. De eerste wedstrijd met Rodenhuis op de bank. Of nee, toch net. Rodenhuis moet namelijk plak nemen op de tribune. Dan stel je dus een nieuwe trainer aan en dan mag hij zijn team nog net coachen. Rodenhuis is nog net inskreund bij het voetbalboen en dat kreeg hij correct van de wedstrijd Tjern. Ik ben niet officieel, ik ben wel afgemeld bij Bekwik 28 toen de tijd, maar ik ben nu nog niet opnieuw aangemeld. Dat betekent dat ik niet op een bank mag zetten, maar goed, daar kunnen we een heel moeilijk verhaal van maken. Dat zijn nu eenmaal de regels, dus daar moeten we ons aan houden. En ik ga er een station achter zetten en dan komt het helemaal goed.
Dus neemt Rodenhuis plak op de tribune. De oudcoach van Jerevinse Boys, Frisia, Broekster Boys, Flevo Boys, Snits, Drachtster Boys, VVOG, De Jouwer en Bierkweek 28. Wat er nou voor zwaarig je dat Harkemase Boys in de topkosten bloot. Nogmaals, ik heb hier niet om gevraagd. Ik wil deze club graag helpen, dit restant van het seizoen en dan is het klaar. Dit seizoen de trainer, maar als doel volgt hier Rick? Nee, in principe is het, blijft het hierbij. We hebben wel afgesproken dat mocht er tijdens het verloop nog eens een keer een moment komen dat we eventueel over een volgend jaar willen spreken, dan kan dat. Maar het is geen uitgangspunt. Oké, dat zou je wie weet het zelf ook niet. We hadden puur, maar we praten nog net over het seizoen, maar als je dit seizoen een week over. Dan kennen natuurlijk best, er is een optie dat hij eventueel ook trainer wordt. Het is net zo dat het uitsluiting is. Dat Rodenhuis de nieuwe trainer worden is net zo heel verrassend. Doet Henk de Jong, Votgien en Cambuur, wien er al twee kandidaten. Meinersma en Rodenhuis. Verrassend viert wel dat Meinersma deze week het dien kriegen. Maar Neven Spinder koert echt net oors. Maar wat wie het dan toch dat ja, dat je hem net vierde koert? Wat wie dat hem? Ja, toch wel een beetje de uitstraling, de kerel die de stem had. Van respect, vertrouwen. Hij past er net? Nee, dat lukte net eerlijk. Maar de spelers zagen deze beslissing net onkom. Ja, dat was een totale verrassing voor mij. Vaak hoor je wel wat geruchten, maar dat zei ik net ook. Het was heel rustig eigenlijk naar ons toe. En wij wisten nergens van, dus het was een hele grote verrassing. Wie het een trochte kar om Peter Meinersma dient te Jan? Nee, vind ik niet. Kijk, hij is er nog heel kort. En tuurlijk, er zijn dingen die gebeuren, die zijn wel goed en die zijn niet goed. Alleen ja, het bestuur die bepaalt. En die hebben daar hun redenen voor. Ja, dat willen alle bespiegelingen van Roa. Nou, de wedstrijd, want Harkemase Boys is nog vol in strijd tegen degradatie. Na 5 verliespartijen op Riege is de degradatiestreek akelig dichtbij kwam. De Boys staan nog maar 3 punten boppen een nijcompetitieplak. Concurrent Gene Muiden kwam sneun dus op besieten. Dit is het jinnige wapenfeit in de minne eerste helte. De kopbal van Martijn Barto, maar daar bleurt eens bij. De tweede helte is een stik leuker. De vrije trap hier van Harkemase Boys. Wou dus haar trainer Piep Rodenhuis op de tribune. De vrije trap van Oebelens Kokker. En daar is Martijn Barto, weer mooi de kop. 1-0 van Harkemase Boys, een belangrijke goal. Barto wordt hier hierendol vrijlitten en dus kan de toekomstig Cambuur-spits eenvoudig inkoppen. Weer een vrije trap en weer Oebelens Kokker achter de bal. Prima Scott. Minder redding en in de rebound is René van der Weij de rap bij. 2-0 van Harkemase Boys. En net lang daarna, een oertreding van Gene Muiden. Daar bemoeit Roel van der Meulen om de maai. Die hier al kiel en van dit laatste setje krijgt hij daar zijn twadde. Maar dat had de skietsjochter nog net terug. Van der Meulen rint toek hier bij Wai. En dan wordt het hier lang. Hier rochs in Bielt is het toch een Gene Muiden speler die denkt, hey, twakkie kiel, dat is toch nog steeds die reed. Hij olis, maar de assistent skietsjochter krijgt Van der Meulen dan uiteindelijk toch nog de rede kaart. Maar het zie je man, krijgen de Boys League Wolves, wollenvrije trap, weer Skokker achter de bal. En ja, hier, drie keer een assist van Skokker, 3-0. En dan komt weer opname van Martijn Botto. Maar eens is dit een eigen goal van Gene Muiden. En de Boys gaan terug. Hier mooi Arjen Bergsma, mooie 1-2 met Barto. Die naar Dennis Kroonen, ja, die kan eens net missen. Kroonen met de 4-0. Tja, die tweede helft is haast elke onval van Harkemase Boys wel succesvol. Hier een blinde trap naar voren. Barto zet zijn chest onder heel eenvoudig op zijde. Randje 16 meter, rekken toch wel de peel. Maar in tweede instantie zit hij hem er wel in. Heel eenvoudig, 4-0. En dus na 5 keer een nederlaag, waar je de nieuwe trainer nou op de tribune eindelijk weer een overwinning. Ja, een klinkende 4-0 overwinning, zo niet deze kinderen van de Harkemase Boys, die te ploeg in de strijdje degradatie goed broeken in. En dus wie naar Ourin de opluchting grut. Als je een tijd lang de punten niet hebt gepakt en wel goed voetbalt, maar wat ik zeg, de punten niet pakt, dan is het heel mooi als je hier met een klinkende 5-0, een hele terechte en verdiende 5-0 het veld af kan. We weten wat ons te doen staat. We weten dat we heel goed kunnen voetballen. Alleen ja, we staan er gewoon niet florissant voor. En dan is het één ding is het belangrijkste en dat is gewoon snel mogelijk veilig spelen. Het wiep-effect zie ik hier alleen nog maar op de Bosk. Ja, een beetje overdreven. Wat er ook gebeurt, we gaan ervoor zorgen dat Harkemase Boys in de topklasse blijft. Nou, dat is een goede insteek en dat hebben ze vandaag hebben ze gestalte aan gedaan. Ja, en dat brengt u dan bij de Storm in de topklasse. Harkemase Boys is terug de oerwinning oer Gene Muiden-Hinnegien.
De ploeg van interimtrainer Wiep Roodenhuis zit nu njoggende. En de onderste treien ploegen degraderen rechtstreeks. En de nummer 13 speelt nog nij competitie. Komende sneeuwen is inreizen de nummer 6. En dat is Excelsior 31, de tjinstander. Voor tennisser Antal van der Duim is het dit jaar erop of eronder. Hij wil nog één keer alles op alles zetten om zijn carrière goed op gang te krijgen. De laatste jaren had hij te krijgen hoor mij verskate blessures en ik mentaal had hij de nedige stekken vol litten. Maar met hulp van een nieuwe trainer beziekt hij nu voor de allerlaatste keer het paard omheen te vinden. Ja, het komt er nu niet uit en ja, dan is het toch wel pijnlijk op sommige momenten als je daarover nadenkt. Ik wil mezelf nog wel echt een goede kans geven. Als het dit jaar niet lukt en ja, ik sta nog rond deze plek waar ik nu sta, dan houdt het gewoon op. Om Antal van der Duim te treffen moeten we naar Amsterdam. Op de negende etage van deze flat maakt de tennisser hem klaar voor een training. Hij is hier weinig in om hem volslaan op het tennis te rijden. Het is ook een echt tennisappartement. Ja, klopt ja. Dus, er zit behoorlijk wat tennisgeschiedenis in wat dat betreft. En onder andere Timo de Bakker, die woonde hiervoor hier. Daar heb ik mee samengewoond en die is sinds een aantal maanden nu weg. En nu zit er weer een andere tennisjongen bij mij in. Dus het bloedt echt aan tennis werken? Ja, nou ja, natuurlijk. Ik bedoel, iedereen ken ik van de tennis en iedereen die heeft veel gereisd. En het is een ideale locatie hier voor tennissers die veel reizen. Het is dicht bij Schiphol en het is dicht bij Amstelpark te trainen. Het paspoort laat ik alweer klaar voor de volgende reis. Van der Duim speelt de komende weekend toernooien in Italië. Hij is dus net een soort in Amsterdam. Nou, niet veel, het helft van het jaar ben ik thuis, denk ik. En ja, mijn familie die zit natuurlijk allemaal nog in Friesland, dus daar ja, kom ik natuurlijk ook nog wel regelmatig. Dus ja, echt heel veel thuis niet. En als hij al thuis is, dan moet er echt getraind worden. Dat docht Van der Duim op het Amstelpark, wat met de auto maar een paar minuten rijden is. Is het altijd zin om te trainen? Ja, nou, met dit weer dan is het toch even wat minder. En dan heb je niet altijd even veel zin natuurlijk. Maar ja, je weet waar je het voor doet. Zoals aankomend weekend dan moet ik alweer toernooi spelen. Dus ja, dan moet er gewoon hard gewerkt worden. En ja, de laatste week ging het goed. Dus dan is het ook weer een extra motivatie om weer lekker door te gaan. Van der Duim speelt het liefst op gravel, de ondergrond dat ook de komende toernooien dat hij in maandag op spelen wilde. Maar terug het minder waar werd er goed binnen traind. Op gravel helft Van der Duim trouwens zijn grootste succes ontnota. In 2005 stond hij in de juniorenfinale van Roland Garros. De Kroaat Marin Cilic, die nu 22e van de wereld is, is uiteindelijk te sterk. Maar het is een prachtige ervaring dat Van der Duim graag onverom denkt. Ja, wat denk ik dan? Ja, dat het een ongelooflijk mooie ervaring is en dat het wel bewijst dat er genoeg talent in me zit. En als je ziet hoeveel jongens die ik toen heb verslagen en die allemaal meededen, nu al in de top 100 staan, ja, dan heb ik wel zoiets van dat moet er voor mij ook wel in zitten. Dat de rondnota net uitkwam is, komt toen de roren terug slimme blessures aan het ankel en de jermtakken. Maar het luidt van een grutpad ek aan hem zelfs. Ik heb natuurlijk een beetje zelf ja, een beetje discipline gemist en waardoor ik toch iets achter ben komen te staan. En plus toen kwamen die blessures eroverheen. Dus toen alles bij elkaar ja, was het toch dat het even stagneerde. Ja, zoals een moment aan de start van nou, ik hou me mee op. Nou ja, soms dan denk je dat wel van nou, ik heb vroeger veel opgegeven ervoor en ja, het komt er nu niet uit. En, ja, dan is het toch wel pijnlijk op sommige momenten als je daarover nadenkt. Maar ik heb geen zin om zo snel de handdoek in de ring te gooien. En ik heb toch wat tegenslagen gehad met blessures. En ik wil mezelf nog wel echt een goede kans geven. Die laatste kans wil hij pakken tegen met trainer Dick Suik, die het hem zoend januari zoende zien hoeren had. De ompak van Suik werkt, want de prestaties van de laatste weekend binnen goed. De trainer weet ook dat Van der Duim benamen de discipline houden moet. Ja, hij is op het moment dat hij op de baan staat, is hij fanatiek genoeg. Alleen wat ik zeg, je moet met volledige overgave moet je voor die sport leven. Dat betekent 7 dagen per week, 24 uur eigenlijk. Je moet alleen maar tennis denken, wil je echt in de top halen. Talent is er zeker. Hij kan, naar mijn idee, de top 100 moet zeker te halen zijn. Maar ja, dat ligt voornamelijk aan hemzelf en niet aan zijn tennis. Want dat is op zich wel goed genoeg. De sport serieus nemen en er volslaan voor Libië.
Dat is wat Van der Duim nou dwaam had. Hij is op dit stuit de nummer 668 van de wereld en een van dit jaar wil hij op zijn minst bij de beste 300 staan. Daarna wil hij teruggroeien naar de top 100, maar eerst moet er dus nog grote stappen zetten worden. Hoe belangrijk is dit jaar voor jou? Ja, heel belangrijk. Ik bedoel, als het dit jaar niet lukt en ik sta nog rond deze plek waar ik nu sta, dan houdt het gewoon op. Ja, dat wist nou al. Dan is het over? Dan is het over, ja. Hoe de toekomst van Avanti is een soort onduidelijk. De zilvervoetballers uit Stiens zijn op zoek naar een nieuwe trainer. En het is ook net wist of de spelersgroep wel bij elkaar bleef. In de topdivisie dienen ze het lykwols nog niet zo goed. Vreed spelen Avanti thuis zijn de regerend landskampioen CFE Siba. En bij winst kinder Stiens dus de play-offs helden. Anand Jagdeel Singh wordt zien als toptrainer in het zilvervoetbal in Nederland. Maar na 3 jaar ziet hij in Rotterdam een nieuwe uitdaging. Ik ben hier naartoe gekomen naar het noorden om Avanti naar play-off niveau te krijgen. En inzet dit jaar was dus ook play-offs halen en iets goeds achterlaten. En, de ploeg die we nu opgebouwd hebben is een hele jonge ploeg, wat nog jaren met elkaar kan voetballen. Dus als ik de ploeg verlaat op play-off niveau, dus als ze nu plaatsen, dan weet ik dat het de komende jaren goed zit bij Avanti. Je hebt een soort spelers hier spelen die vanwege hem hier heen gaan binnen. Reizen die hem nooit kwijt? Nou, staat lekker nog net. Waar we bij iedereen apart tegen sprutsen. En dat is eigenlijk wel uitkomen. Dat is natuurlijk ontzettend jammer vinden dat Anna voorgaat. Maar we moeten verder. En ze zullen zelf wel dat we gewoon een hele mooie en goede groep hebben. En dat we toch wel iets mooi bereiken kunnen nog in Nederland. Man, als deze jongens allemaal bij elkaar blijven, dan denk ik dat wij over 2 jaar wel landskampioen kunnen worden. Onder Anand Jagdeel Singh had Avanti grote stappen zet in het zeilvoetbal. Ze binnen van de achterlijn opklommen naar in elk geval de subtop en mogelijk zit er nog wel wat meer in. Bij een goed resultaat hier maaien ze zelfs al meiden aan onder de play-offs. En ze zetten goed uiteen, want na 3 minuten is daar de voorsprong via Handriet Haksai. CFV Siba, dat is de regerend landskampioen. Die hier een hele minne competitie start, maar bent er aan om heen te komen. En in dezelfde minuut is het al wel leek. Terug Najib El Alouchi. Maar Avanti die is dwaande om toch duidelijk te maken dat er net meer summer om hun heen voetballen worden kan. Knap onderschepping die het aanmaken wordt terug onvierder Tim Hof. Maar er worden ook foutjes maken aan de kant van Avanti. En dat maak je net dwaan bij Siba. Want daar staat clear. Mijn noemer zij is Mo Alouch. En dan is het al werkelijk. En dan kan het heel hard gaan in het zeilvoetbal. Want nog 1 minuut later, deze actie van Najib El Alouchi. En dan is daar de voorsprong voor de Eindhovenaren. En weer 1 minuut later, dan liek het Avanti de 3 weer op te pakken. Maar is er weer balverlies. Ja, en dat is duidelijk in een team in deze vorm. Want daar is Owelit Saudouni en die tekent voor 12-4. Avanti rent in 1 achter de feit noon in een paar minuten tijd. Maar vlak voor het squad kennen ze wat we omdoen. Majid Aloui, maar een fraaie actie, een mooie paas. En daar staat Harke Kalsbeek voor de 3-4 en de aansluitingstreffer. En alles lijkt het nog mogelijk in Stiens. Nog 20 minuten te gaan, maar 1 puntje achter. En wat is er mogelijk? Maar die tweede helte is het 1 man die 4 boppen alles uitstekt. Karim Bali, Belgisch international, is duidelijk. Technisch een heel begaafde speler. En dat leert er hier nog eens zien. Uit een haast onmogelijke hoeken, lissend op een groen, scoort hij 2 treffers op Rigano. En dan is het 3-6. Dan hebben we 5 minuten spelen in die tweede helte. Anand Jagdeel Singh, wat kan hij nog dwaan met zijn team? Kinderen ze erbij krijgen? Het jonge team van Avanti had een hele grote stap maken richting de top van Nederland. Maar dat laatste stapje, dat maakt ze nog meisje. En dat laatste stapje, dat had CFV Siba vol maken. Een ploeg met een paar hele sterke individualisten. Lijkt als deze Karim Bali. En met zijn tweede treffer in de tweede helft bezegelt hij het lot. Traje Son. De overwinning liep het binnen voor de Eindhovenaren. 12 seconden van tijd met Tim Hof nog de fjouwer Son onttekenen je. Maar de nederlaag is duidelijk en de play-offs liep je een 4 voort. Je had vandaag een goede stap kunnen maken in de richting van die play-offs. Eigenlijk moeten maken.
Maar ja, ik denk dat er over de hele wedstrijd gezien vandaag niet in zat. Won Jabbi de Vries nou de taak om zo gauw mogelijk een nieuwe trainer te presenteren? Wij hier eigenlijk een beetje de hoop op 1 april. En dat vind ik grap. Maar dat wordt een beetje opscout. Dus ik denk dat het tussen nu en 2-3 weken daar weer weten wie het doet. Bluwt de grote vraag welke spelers bij de groep bluwen? Eerst kijken wat de rest van de groep doet. Hopen dat ze bij elkaar blijven. Mocht iedereen bij elkaar blijven, blijf ik ook. Mocht het team uit elkaar vallen, dan is de kans groot voor mij dat ik ook vertrek. Maar dan is het toch gewoon Karim Bali, succes. Maar nog 3 wedstrijden te gaan. Liek je de play-offs nou een eind voort voor Avanti? Ze staan op het zondeplak. En het god, maar het 4e plak is nou 6 punten. De Steensers zijn nou onhinkelijk van oren om toch nog de topfjouwer te herrien. Vreed, dan speelt Avanti de Nwalke Derby op een lieke tegen de Leekster Eagles. En het zag weer de sport op deze manje. Tongensje, meer sport. Dan zien we in het Boppenslagcafé Faruut op de landelijke bekerfinale bij het volleybal. Snits neemt het dan op het chin weert. Waar weet Anton, hoe dan ook nog een hele gezellige jongen. Dag.